Marieke, een hele goede middag. We staan vandaag in Nieuw Babylon, het e-bestuur Mobility Congres, de eerste editie. 21 mei, ontzettende grote opkomst, 400 man. En we lopen net uit de zaal waarin jij je verhaal hebt gehouden over Smart City. Wat was de kern van jouw boodschap, Marieke? Mijn kern van de boodschap is eigenlijk tweeledig. Enerzijds dat het bij het ontwikkelen van een Smart City concept niet gaat om het neerzetten van individuele strategieën voor verschillende pijlers, zoals één voor infrastructuur, één voor sociaal, één voor mobiliteit, etc. Maar dat het gaat om een holistische aanpak van 8 zogenaamde capitals, zoals wij die noemen. En dat het heel belangrijk is om die gezamenlijkheid neer te zetten en daar één overkoepelende strategie voor te maken. Ja. En het tweede is dat de rol van partnerships, een samenwerking tussen wat wij noemen de partijen binnen de Pentahelix, essentieel is om Smart City projecten te realiseren. En dat het in de praktijk wat weerbarstiger is dan op papier, op PowerPoint. Dus dat daarin een professionele orchestratierol heel erg belangrijk is om dat te realiseren. Het thema van het congres is ook inderdaad mobility in beweging. Ik heb heel veel beweging gezien ook. Er zijn heel veel trends te ontdekken en er zijn volledige totale ontwikkelingen op heel veel verschillende vlakken. Natuurlijk staat Sectra voor security, met name security voor mobiele devices en ook gesprekken die beveiligd moeten worden voor de overheid. Daar hebben we heel interessante sessies over gehad. Ook in de afgelopen paar uur zijn heel veel verschillende gesprekken van verschillende vendoren zijn langsgekomen. Maar daarbij zien we wel dat privacy, security echt hot topics zijn. En daar werken we dagelijks mee. Dus dat maakt het voor mij heel interessant om hier vandaag aanwezig te zijn. Wij wel als PwC in een internationale rol juist kunnen helpen, of van onze internationale positie gebruik kunnen maken, is dat we een global advisory unit hebben, specifiek op cities, waarbij wij dus internationaal betrokken zijn geweest bij grote onderzoeken naar smart city ontwikkelingen en daar de kennis en capabilities ook binnen Nederland kunnen toepassen. Ja. Kortom, jullie willen je echt positioneren als partner voor dit soort gemeenten rondom Smart City. Ja, PwC kan als een spin in the web eigenlijk helpen door een centrale rol te vervullen binnen allerlei stakeholders en verschillende belangen die spelen binnen alle partijen die bij een Smart City betrokken zijn. Aan de andere kant hebben we op alle individuele aspecten ook de kennis en kunde in huis om de diepte in te gaan. Wat zijn de mogelijkheden rond privacy en hoe ga je een nette balans vinden tussen juist security en privacy? Hoe maak je iets nou beveiligd en hoe zorg je ook dat bepaalde data niet weglekt uit mobiele telefoons of andere devices of wat dan ook? Dat is één deel. En een ander deel van de vragen wat we ook gezien hebben is dat hoe veilig zijn we dan met onze mobiele telefoons? En ook, we hebben net een live demo hack gezien van wifi, eigenlijk een vrij simpele hack, maar het geeft wel aan dat er gehackt kan worden op systemen die we nu allemaal in onze borstzak hebben zitten. En het is toch altijd een eye-opener om die werkelijk live te zien hacken. Dat is altijd leuk. En de vraag was daar ook heel aardig van, oké, wifi kan gehackt worden met een heel simpel kastje van zo'n 100 euro. Heel mooi. Maar hoe maken we nou, hoe veilig zijn we nou als we op 3G en op 4G zitten? En dat is precies het metier waar de Sectra zich mee bezighoudt. Het veilig maken van juist ook met dezelfde principes kun je hacken laten zien. Dat kan ook gebeuren op de echte netwerken, 3G, 4G.